Ik kom dus uit een gezin met 6 broers. Ik heb nog 5 broers, met andere woorden. Ik ben de jongste van de hoop. Ik denk altijd 3 muzikanten, 3 normale. Hoewel zo heel normaal zijn die dan ook niet. Een chemicus, een beeldhouwer, een bioloog zijn de andere 3. Ouders waren niet bepaald muzikaal. Ze hebben zelf wellicht in de jeugd een beetje piano gespeeld zoals dat toen hoorde. Mijn moeder wel een beetje, vader niet, denk ik. Of nauwelijks. Maar hoorden wij graag muziek. En op een of andere manier via kennissen in muziek geïnteresseerd geraakt. En toen bleek het dat het bij Wieland heel sterk aansloeg en bij Sigiswald ook. En bij de bioloog die daartussenin zit ook wel, maar minder expliciet, zal ik maar zeggen. En bij mij dan ook. Bij de oudere 2 niet direct muzikaal, nee. We hebben heel veel samen gemuziceerd toen ik dan zo 11, 12, 13 was met die vedeltjes en zo. Toen was Wieland al, kijk eens, hij was 18. Dus hij was eerder, wat dat betreft, al veel in een ander stadium van denken dan ik. En toch hebben we heel veel samen die duetjes gespeeld op die gekke vedeltjes. En voor mij is dat de basis van mijn muziekbeleving geworden. En voor Wieland, ik kan daar niet goed over oordelen. Ik weet niet in hoeverre dat voor hem ook helemaal zo was. Ik denk ietsje anders dan voor mij, maar toch ook wel. Heel belangrijk. Sigiswald en ik, wat wij met elkaar hadden, was dat we heel veel van elkaar geleerd hebben natuurlijk. We hebben samen de dingen ontdekt en gezocht en sommige dingen gevonden. Ja, je vindt dingen die je aan de hand weer afsmeert ook, hoor. Natuurlijk, vanzelf. Evolutie blijft evolutie. Hè. Toen wij naar Brugge verhuisden in 1952, toen vroegen mijn ouders heel naïef, want zij wisten ook nergens van, aan die directeur van Concerturm of we misschien konden les krijgen op die vedeltjes, weet je. Dus die man die was een violist, een ex-leerling van meneer Kriekboom in het Brussel Concerturm geweest. Dus die schrok zich een aap en die zei, is dat voor iets en zo. En hij zei, mevrouw, denk je dat die nu dat het beter is dat ze viool of cello of piano of zo. Ja, voor ons bedoel ik, voor mij was dat prima hoor. Ik heb dat nauwelijks geweten, zoals dat ze vroeg of we op die vedeltjes konden les krijgen. Ik heb dat horen zeggen nadien. Maar ik vond die viool meteen leuk, ja, sowieso. We zijn aangemoedigd, maar hebben ze vooral helemaal niet gedwarsboomd. We mochten alles doen wat we graag wilden. En ik denk dat dat wel een goed punt geweest is, hoor. Een heel goed punt. Zelfs toen ik besloot om met 15 van het ateneum af te gaan, zag ik wel dat ze hun wenkbrauwen gefronst hebben. Maar het komt toch. Wieland is als eerste beroepsmatig met muziek aan de gang gegaan. Laat begonnen, eigenlijk. Heel laat. Sigiswald daartegen heel vroeg begonnen. En daardoor hebben die twee misschien meer ook samen gedaan. En ik kwam hoe dan ook een goede 5 jaar later, niet speciaal vroeg. En dan een blazer. Wat wel maakte dat ik ergens het gevoel had, ik doe mijn eigen ding wel. Ja. Ik hoorde waar zij mee bezig waren, ik ben veel naar concerten gaan luisteren ook al. Meegespeeld. En altijd ook gevoeld dat je als blazer echt zo'n ander medium in handen hebt. Dat er ook een boel andere zaken daaraan vasthangen. Ik koos toen voor cello. Ik begon cello te spelen. Ik had nog geen noten gespeeld voordien. Ik had wel op die vedeltjes gespeeld en zo. Maar ik had de heilige overtuiging dat het wel zou lukken. En het is ook een beetje gelukt. Ik heb die vioolstudies in Brugge en Brussel graag gedaan. Ik was toen al eigenwijs, dat wel. Maar ik heb het wel graag gedaan, maar ik heb het niet gedaan zoals de anderen. Ik heb het bij Maurice Raskin, die veel te aardig was, heb ik altijd geweigerd om voor Paganini en gewoon virtuositeit, om de virtuositeit te studeren. En die man was zo aardig dat hij daar begrip voor had. En ik heb mijn eerste prijs kunnen halen zonder dat soort poespas te spelen. Maar ik heb wel gestudeerd.
de dingen die ik moest studeren. En, maar ik vond dat een beetje sport, al die dingen. Ik zat bij de examens als die grote leerlingen van Gertler en zo en Grimio, die kwamen dan naar een ongelooflijke virtuositeit en tentoonspreiden. Ik zat gewoon te lachen in mijn stoel, ik vond dat leuk. Maar niet om zelf te doen, maar ik vond dat zo'n soort klonerie. Dus ik was een beetje een nevenbeentje daar als vioolleerling, maar ik heb het wel officieel heel goed gedaan. Tijdens onze studies denk ik dat de een meer, de ander minder misschien al gemerkt hebben dat, dat je meertalig kunt zijn. Zeg maar. Dat een conservatoriumconstructie, ja, het woord conservatief zit daar wel een klein beetje in, per definitie bijna een soort van middenweg bewandelt. En dat die stukken van het repertorium of speelwijzen die niet op die middenweg liggen, niet echt bekeken worden. Zoals het in Brussel bijvoorbeeld not done om avant-garde muziek te spelen. Of oude muziek, daar leert je iets over in een les in muziekgeschiedenis en daar hoor je misschien eens iets van in zo'n les, maar dat was het ook. Bach werd gebruikt als étude, maar dat speelde je niet echt. Dat was gewoon, dat was zo, daar werd eigenlijk niet eens over gediscuteerd. Maar dan zijn we alle drie, denk ik, ook los van elkaar gaan merken van er is eigenlijk toch meer. Wieland is dan met die gamba begonnen. Pas eigenlijk veel later naar barokcello over, of erbij genomen. Sigis Walter was ook al vroeg met gamba bezig, met barokviool. Ik had mijn hele leven lang blokfluit gespeeld en vond het voor veel 18e eeuwse stukken eigenlijk veel leuker om die op blokfluit te spelen dan op moderne fluit. Ergens vond ik dat dat beter lukte. En dan gewoon geluk gehad om het oude instrument te vinden en ineens te zeggen, ja maar, dit klopt ineens. Ik weet nog dat ik toen eens een mooie oude fluit getoond heb aan mijn leraar in Brussel, die alleen maar vroeg, maar hoe werkt dit? Die barokviool, die literatuur, dat kwam bij mij veel meer uit het wereldje dan dat het een variant zou geweest zijn van wat ik op school leerde. Dat was toevallig ook een viool, maar dat had er eigenlijk niks mee te maken, van begin af aan, vond ik. En ik denk dat het daardoor komt ook dat ik zo op een bepaald moment, na een aantal jaren die 17e eeuwse vioolmuziek gespeeld hebben, dat ik zo dringend moest ook die techniek gaan veranderen. Dat was, ik had meer last van die speelwijze dan dat ik zou zeggen, daar heb ik nou van geleerd, voor die muziek althans. Dus ik kwam eigenlijk voort vanuit het gevoel van, op die dingetjes klopt het ergens. Het ook niet waar natuurlijk, het waren van die mormeltjes, maar we hadden minstens het gevoel van, daar zit iets juist. Terwijl dit, voor Frescobaldi die canzone, was duidelijk niet juist. Wat dat betreft is inderdaad al wat autodidactisch, omdat er toen eigenlijk zeker in onze buurt niemand was die ermee bezig was. Ik weet dat mijn leraar er ook nog op antwoordde van, oké, ik wil niet horen dat jij er tijd mee verliest. En ik vond dat een prachtig soort van gentleman's agreement. Van, zolang je het voor mij goed doet, is al de rest privé. En hij geloofde er uiteraard totaal niet in, maar dat is ook zo recht, dat is geen probleem. En ik denk wat ik, in ieder geval voor mezelf sprekend, mijn conservatorium wel opgestoken heb, is een soort van professionele eis. Van iets moet af zijn, iets moet stemmen, iets moet in orde zijn. Geen amateurisme, zeg maar. Je mag improviseren, je mag experimenteren, je mag doen wat je wil, maar sta niet te klungelen. En dat is voor mij wel een sterk punt geweest. Een heel goed stuk van de opleiding eigenlijk. De lat hooggelegd. Gamba was eigenlijk echt autodidact. We hebben wel zo nu en dan eens met mensen gepraat, hè. In Duitsland bijvoorbeeld. Die dan vertelde hoe je die stok moest vasthouden en hoe je moest vibrato spelen en zo, dat soort dingen. Maar dan ja, nooit echt les gevolgd, gelukkig maar. Allee, gelukkig maar, wie zal het zeggen? Dat is allemaal praat na de vaak. Moeilijk te zeggen. Maar ik heb het dus wel degelijk zelf met vallen en opstaan moeten vinden. Ja. En dat vind ik achteraf gezien toch wel leuk eigenlijk. Ik ben er zelfs een beetje fier op. Ik denk dat het autodidactische bij ons in elk geval heel sterk gespeeld heeft. Dat was misschien het minst bij de oudste broer chemicus, maar ook bij de bioloog, zeker ook bij de beeldhouwer en bij ons drie muzikanten zeer sterk. Zo van, kijk nu zelf wat er staat. Hoe lees jij dat nu?
en probeer het maar. Het is een langzame weg natuurlijk, omdat je ergens alle fouten zelf gaat maken. En voor je in de gaten hebt dat het een fout is, kunnen er maanden of jaren voorbij zijn. Maar ondertussen doe je het wel. En je leert ook uit die fouten die je zelf maakt op een totaal andere manier dan wanneer een leraar je zegt van och jongen, doe het toch zo, dat andere werkt niet. Het is een helemaal ander gevoel, dus ik kan het eigenlijk maar iedereen aanraden. Ik zeg ook vaak, eigenlijk is de functie van een leraar studenten op te leiden tot autodidact. Je kunt niet iemand opleiden tot autodidact, dat is natuurlijk een onmogelijke tegenspraak, maar ik begrijp wat je bedoelt. Het ideaal vind ik van iemand die zich ontwikkeld heeft in dit soort vak, is iemand die het vooral met zichzelf heeft gedaan, die het niet ontleent van daar en daar, die zijn eigen pad uitgetekend heeft aan de hand van wat rond hem is, dat kan wel, maar niet noodzakelijkerwijs de briljante student van iemand of van een school. Maar het kan wel hoor, maar het kan ook helemaal anders volgens mij. En ik ben er helemaal mee eens met Bart dat iemand die de mentaliteit blijft houden van autodidact, die heeft die onafhankelijkheid en die superioriteit, zei ik bijna. Maar ik vind dat bijna niet absoluut bedoeld. Maar ik vind dit een pure levenshouding eigenlijk, want studenten zitten een paar jaar op een conservatorium en als ze niet willen verstenen of vergrijzen, moeten ze naar de rand voor de rest van hun leven zelf leren waar het om gaat en wat ze moeten doen. Dus ik vind dat niet in een conservatorium aangemoedigd of ja, echt gemotiveerd wordt, dan slaan we daar iets in de wind. Ik heb altijd eigenlijk gedacht, en ik vind het nog steeds, dat iedereen moet spelen zoals hij voelt dat hij echt moet spelen. Gelijk of het nou oud of romantiek of dit of dat of welk instrument dan ook, zeg ik niet. Expressie moet echt zijn. Als het niet echt uit het diepste van je wezen komt, dan is het gewoon, het kan heel goed zijn enzovoort enzovoort, maar het is nooit echt overtuigend. Als je zelf niet echt overtuigd bent, dan ja. En dat merk je heel dikwijls als mensen spelen heel mooi, heel gekunsteld, heel perfect enzovoort. Maar dan zeg je ja, en dan? En die en dan vraag ik me dikwijls af. Als ik zelf speel ook trouwens, nog steeds. Alle begin van leren, vooral op kunstgebied, is denk ik, heeft te maken met een stadium van iets imiteren waar je het meeste door gegrepen was. En ik denk dat je niet ergens anders kunt beginnen. Dat is het eerste wat je gaat doen. En dan kijk je hoe het verder loopt of niet loopt. Dus ik denk dat dat niet helemaal vermijdbaar is. Het is een beetje onvermijdelijk dat men zijn leraar een beetje gaat nadoen. Dat kom je ook voor in het begin. Het mag niet te lang duren, maar ik denk dat over de hele tijd dat ik les gegeven heb, misschien het belangrijkste is dat ik nog meer en meer vind dat studenten zelf echt verantwoordelijk zijn voor wat ze doen. Want als ze er zelf niet of achter staan of het er zelf in beginnen graven, dan vrees ik dat het niks wordt. Ook niet met hun beroep of ook niet met hoe zij naar de rand zouden lesgeven en zo verder. Dan krijg je een soort van kloon-effect. En dat zou ik heel erg jammer vinden. Dus ik geloof dat mijn lesgeven in die jaren wellicht meer en meer dat element zal benadrukt hebben. Wellicht zal ik in het begin meer iets hebben willen aanleren en misschien aan de hand meer kijken wat komt er vanuit de leerling eerst, in de eerste plaats. Maar dit gebrek aan moeite doen, daarmee krijg je ook een gebrek aan blijheid van de compensatie, denk ik. Die we dan wel hadden, een soort genoegdoening. Het was zo leuk als je weer iets ontdekt had. Ik was 21 toen Wieland en ik zijn gaan voorspelen bij Oetie, bij Gustav Leonhard. Dat was natuurlijk een soort heilig moment. En dus, wat Marleen altijd zegt, dat zouden wij nooit gedaan hebben als niet iemand anders ons had gepousseerd. En dat was de man van Janine Rubinich, die mijn collega was. Hij was een handelaar, echte parelhandelaar van Joodse afkomst. En die wist waar. Maar ook heel muzikaal gedreven. En die zei tegen Wieland en mij, je moet dat doen, dat is echt nodig. En wij hebben dat schoorvoetend tot nu maar gedaan. En dat was natuurlijk, ja, schoorvoetend, niet dat we dat eigenlijk niet wilden, maar we zouden dat niet gedurfd hebben. Of we zouden die moed niet genomen hebben.
En dat was natuurlijk toch wel kapitaal belangrijk dat we dat wel deden, want dat was wel een soort ineens een moment van, ja, Leonard die schrok dat daar die twee onbekende jongens kwamen, Pille Magij Magij, want daar kon je niet van dromen dat dat zomaar ineens zou komen. En dan waren we meteen in contact met Frans natuurlijk, die ons een maand later al vroeg om Gamba Concert met Blokfluit Concert te komen mengen. En dan had ik al meteen ook een paar concerten met Leonard Concert. Dus dat is een hele soort een periode van hoogdagen voor mij dan als je 21 bent. Je kunt, Met z'n drieën, met twee broers spelen, ik weet niet of jullie broers en zusters hebben, maar met broers spelen is wel iets heel speciaals, want je durft te veel zeggen soms. Je moet toch altijd een beetje oppassen. En je kent elkaar ook zo goed dat je, als je een stuk speelt, al weet, ja, nou gaat Bart dit zeggen. En die doet zich eens wat gaat zeggen dat dat zo moet, enzovoort, dat weet ik al. Dus op den duur zeg je eigenlijk minder. Dat is op de repetitie. Maar bij een glas bier of een glas wijn, of gewoon met gezellig samen zijn, dan wordt er ook wel over gepraat. En dan wordt het eigenlijk interessanter. Kan het interessanter worden? Is het lang niet altijd. Maar. En daar zijn we denk ik toch wel alle drie ongeveer op hetzelfde spoor, min of meer. Ik zou misschien zeggen wat iets principieel. Bart iets verstandiger en iets, ook weer principieel, maar op een andere manier. Ja. En ik ben een beetje de vrijbuiter dan, voor nu en dan. Maar ja, dat is, van buitenaf gezien zullen die verschillen helemaal niet zo groot zijn, denk ik. Ik denk dat Wieland van ons drieën degene is met het minste woorden. Die zal gewoon zijn instrument nemen en spelen. En die kan het dan ook makkelijk aan om zo te spelen dat het totaal overtuigend is en dat iemand die niet mee is, echt lijkt niet mee te zijn. Dus hij heeft een soort van dwingende manier van spelen, waar heel, ik vind het geweldig prettig om mee samen te spelen, want je kunt er ook tegenin, maar je moet het wel doen. Een kleine anekdote, voorbereiding van de plaatopname. Weet ik dat ik vond dat het niet samen was en het ging niet goed, zoals met dat symbool gamba, fluit. En ik zei, ja kijk, hier zou ik dat of dat willen doen. En wie dan die droogweg zegt, ja, doe het dan. In andere woorden, als jij duidelijk bent, dan zijn we mee. Maar als jij alvast niet duidelijk bent, ja. Wieland is vooral speler, de onwaarschijnlijke speler zoals er niet veel rondlopen. Die heeft het in de gaten gewoon, die doet dat, maar die gaat dat niet vanuit de boeken nog eens gaan bevestigen of gaan proberen de oorsprong daarvan uit te leggen, want dat komt van dat en dat. Hij heeft dat niet nodig, hij doet dat ook niet. Nee, ik denk dat als ik les gaf, dan denk ik toch dat ik ook altijd van het stuk uitging dat voor de neus stond. In dit stuk zou ik niet dit doen, maar liever dit. En dan ook nog proberen te zeggen waarom. Wat niet altijd zo makkelijk is. En ik weet nog heel goed, dat heb ik nog steeds, hoor. Als ik dan zelf speel, of probeer te spelen, wat er voor de deur staat, vooral als het een stuk is dat ik niet ken, dan vind ik vlugger oplossingen dan als ik gewoon alleen maar kijk. Dus het komt ergens toch van binnenuit, ergens ja, hoe moet je het noemen? Sigiswald, denk ik, is meer de doener. Dus die moet bezig zijn. Op een heel andere manier met de factor geduld omgaan. Met de omgeving omgaan. Is iemand die actie nodig heeft. En ik denk dat ik ook minder die actie nodig heb. Dat ik meer het beschouwende nodig heb. Bart heeft het. Dat natuurlijke van hem, die soort nieuwsgierigheid en dat ongelooflijke systematisch verstand ook, dat brengt hem daartoe om al die dingen veel geordender te hebben. Hij heeft een ongelooflijke cataloog van kennis in zich, altijd parate kennis. En hij kan alles wat hij vanuit zijn intuïtie zou doen, kan hij ook meteen ergens plaatsen. Dat is ijzersterk natuurlijk. Dat er zoveel gepraat wordt en zoveel nagedacht wordt en zoveel geschreven en zoveel getheoriseerd over die muziek,
Ja, dat is langs de ene kant wel goed, maar de andere kant gaat het, dat gaat langs me heen. Dat raakt me niet zo. Ik ben individualistischer op dat gebied, niks aan te doen. Omdat er een regel is, zus en zo, moet je niet alles zus en zo gaan spelen, vind ik. Klaar. Altijd nog een stuk bekijken. Niet alleen de kleren, of de mode van die tijd, of de boekjes van die tijd, maar ook nog je eigen gevoel tegenover het stuk. Je eigen manier van, hé, ik vind het zo en zo. En je moet niet bang zijn om zelf iets te voelen. Denk ik dan altijd. Ik heb misschien meer dan Bart reserve tegenover het systeem en zo. Ik ben daar een beetje anarchistischer, denk ik. Ja, en Wieland heeft, die trekt daar niet veel van aan, denk ik. Die staat daar boven. Maar hij heeft misschien gelijk. Misschien maak ik mij veel te druk. In 1970 heeft Jan van Vlijmen, de toenmalige directeur van het conservatorium in Den Haag, mij dus gevraagd om les te geven aan Sigiswald ook. Die is toen trouwens begonnen voor bouwk, viool en gamba ook. Maar ik wou nog niet. Ik vond dat ik nog te veel te zoeken had. En ik was nog niet zo direct te klaar voor om dingen door te geven waar ik zelf nog niet zo... Maar ik had er eigenlijk nog geen tijd voor, vond ik toen. Frans Brugge heeft mij toen gevraagd om in Den Haag te komen. Dat was vanuit het soort opwellende succes van het Alarius Ensemble toen, in de vroege 70er jaren, 69, 70, 71. Ik weet nog goed wat in 70 of 71, het Holland Festival, dan zaten al die jonge mensen tot op de grond rond je lessen, bijna tegen je benen. En dat was een soort toestand van, ja, bijna volgelingen, zoiets wat ik een beetje gek vond, maar dat was wel zo die tijd. Het resultaat dat we zouden echt een stempel gedrukt hebben, dat kan nu wel best zijn, maar dat was niet eigenlijk, niet zozeer onze bedoeling, denk ik. Maar dat is er ergens van gekomen. Ja. Het gevaar is als je een beetje overtuigend bent, dan krijg je dat soort gevolgen. Om niet te spreken van sectevorming. Hè? Want daar ben ik dus ook helemaal tegen. Maar ja, c'est la vie. Heel veel mensen die in het begin een beetje uit een soort modieuze interesse misschien daarbij kwamen, hebben meteen afgehaakt, want dat was te lastig. Ook omdat ik het misschien ook niet goed kon uitleggen. Ik kon hoogstens suggereren wat ik daar zo passionerend aan vond. Maar als ze dat niet meevoelden of daar niet een beetje talent voor hadden, dan ja, daar zag geen boodschap meer aan. En er waren ook gekke mensen, er waren mensen die komen dan zo zeggen we bij het begin van de les van ja, nou, wil ik deze Sarabande spelen, zodat niemand het kan begrijpen. Ik herinner me nog zo'n jongen, die kwam dan dat verkondigen. Voor die je nooit gespeeld had, dat was dan voor hem het toonbeeld van barok. En dat was in die jaren een beetje het gevaar, hè, als het maar anders was. Dus dan heb ik meteen gezegd, ja, ik begrijp niet goed wat je bedoelt. Ik bedoel, als je iets zegt tegen iemand, of een stuk speelt, dan denk ik dat je je wil verstaanbaar maken. Als je dat niet doet, waar ben je mee bezig? Dus dat soort excessen waren er. Maar dus die mensen die lieten het al vlug afweten, gelukkig maar. Je moet alles doen met voorstellingsvermogen. Dus als dat er niet is. Ik weet nog dat sommige mensen dan op cursussen of zo dan een noot spelen en vragen, is het goed, klinkt het goed? Eén noot of misschien een halve zin of zo. En dan vraag ik, ja, wat wil je eigenlijk vertellen? Het klinkt heel lief misschien, of misschien heel brutaal, maar als dat is wat je wil, dan is het fantastisch. Als het niet dat is wat je wil, dan is het natuurlijk niet zo goed. Al die dingen zijn zo relatief. Zo. Als je muzikus bent, ben je niet degene die zijn ego moet tentoonspreiden met behulp van wat die mooie stukken al die componisten geschreven hebben in het verleden. Dat kan je doen als je dat echt wil, maar dan ben je wel een ijdeltuit, vind ik. Het kan heel talentvol zijn, maar dat is toch een houding die ik niet leuk vind. Ik vind, je gaat niet Bach en Mozart gebruiken om je eigen talent te laten schitteren. Speel dan liever Chrysler en die dingen die er meer voor gemaakt zijn, dat is dan leuk. Maar met hele fantastische
diepzinnige en soms heel eenvoudige genieën, zoals Mozart of Bach, toch kunnen zijn. Daar moet je, vind ik, met schroom mee omgaan. Dus je staat daar ten dienste, vind ik. Wat niet wil zeggen dat je niet creatief moet zijn, maar je moet vooral proberen uit te maken wat deze mensen hebben gedaan. Waar hebben ze dat vandaan gehad? Wat hebben ze willen zeggen met wat ze daar schreven? En dan moet je geen jota aan toevoegen en moet daar niet te veel aan zitten prutsen. Want ik ga dat even interessant maken en zo, of interpreteren. Ik heb dat sinds een aantal jaren echt de onhebbelijkheid om te zeggen dat ik het woord interpretatie niet meer wil hebben. Omdat ik veel liever praat over realisatie. We moeten de partituren realiseren. En dat is niet objectief. Dat is, maar wel, het zijn die partituren, het zijn geen andere dingen. Het zijn wel wij die het doen. Dus het gevaar dat je te objectief bent bestaat nauwelijks. Ik merk zeer duidelijk dat in het begin dat ik les gaf, studenten meestal voor een korte tijd kwamen. 1 jaar, 2 jaar, 3 was al veel. En eigenlijk niet in een diploma geïnteresseerd waren. Diploma's waren er ook nauwelijks, was nauwelijks te doen. Je kon in het beste geval een soort van aantekening, certificaat krijgen als je al een diploma had. Maar de meesten vonden dat eigenlijk maar van matig belang. Het ging erom om het vak te leren, zeg maar. En de achtergrond en alles wat erbij hoort. En geleidelijk aan heb ik dat wel zien opschuiven naar mensen die wel een diploma willen. Mensen die wel een diploma willen, mensen die een opleiding willen hebben, die vinden daar zou toch dit en dit moeten bij horen. Dat zou ons moeten gegeven worden. Terwijl er misschien voordien eerder gedacht wordt van, kijk, als je daar iets wil over weten, zul je het wel zelf moeten zoeken. En die evolutie naar steeds meer, ja, langere studie en meer interesse in diploma, die is natuurlijk door de scholen ook in zoverre gevoed, omdat een diploma dan echt mogelijk werd. Dat werd dan de hele bachelor- en masterstructuur met alle mogelijke voorgangers en afwijkingen en uitzonderingen en weet ik veel wat allemaal. Het wordt er niet ingewikkelder, of niet, enfin, wel ingewikkelder, niet simpelder op, zou ik maar zeggen. Het wordt er ook niet vrijer op, vind ik. Bepaald niet. In het muziekleven denk ik nog steeds dat een diploma van relatief klein belang is. Dat er nog steeds, als je actieve muzikant, spelende muzikant wil zijn, dat er in de eerste plaats om gaat dat je goed speelt. Ik denk dat de instituten niet te groot moeten worden. En niet te veel een koepel van een koepel en nog een koepel erbovenop. En op nu weet niemand nog wie die is. Je wordt een beetje gek, het wordt Kafkaiaans, lijkt me. Dus ik vind het veel leuker als iets direct kan gaan tussen leraar en leerling in een heel klein verband. Maar ja, dat is waarschijnlijk utopie. Want wie gaat dat betalen, wie gaat dat organiseren, enzovoort, enzovoort. Maar ja, tegelijk zie je dat de inschrijvingsgelden van de conservatoria ook niet meer zo laag lagen. Ik ben dan begonnen in Brussel, toen kostte dat niks. Wij wilden echt weten hoe het nou eigenlijk zat, hoe het eigenlijk moest. Terwijl, meer en meer is dat dus na tientallen jaren les gegeven te hebben, dan merk je dat die nieuwsgierigheid eigenlijk een beetje verdwenen is. Dat nu de vraag is, wat moeten we ermee, wat doen we ermee? Dat is voor mij het grote verschil. Nu merk ik ook dat hetgeen ermee gedaan wordt, mij niet altijd zo welgevallig is. Maar ja, de wereld verandert de hele tijd, dus er is niks aan te doen. Het moet ook anders. Het moet alsmaar anders. Het is niet te verhelpen. Het moet ook. Ik vind het belangrijke eigenlijk bij lesgeven ook dat je vragen stelt. Eigenlijk voortdurend veel meer vragen dan zeggen. En dan heb ik van veel mensen aan de hand commentaar gekregen dat ik wel lastig was omdat ik steeds de verkeerde vragen stelde. Ze dachten dat ze een stuk prachtig voorbereid hadden en dan vroeg ik weer iets waar ze niet aan gedacht hadden. Dat is nooit opzettelijk. Maar zo ergens van, als je geen vragen stelt, krijg je ook geen antwoorden. En antwoorden die veranderen toch per generatie, maar de vragen die blijven wel bestaan, vind ik.